weg naar Theo Hiddema, 72 jaar oud, bekend en berucht als advocaat en sinds maart Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. En het is vooral de achterban die hem aanspreekt. Nou, dat is kritisch, positief, vrolijk gestemd jongvolk. Hij is minder onder de indruk van het politieke klimaat in de Kamer. Maar bij mij slaat, nou ja, noem het maar de geestelijke wildernis toe. Hij is tegen open grenzen. En als hij ergens een hekel aan heeft, is het schijnfatsoen van de brave burger. Op momenten dat ik iemand op de eerste aanblik een beetje onverdraaglijk, egoïstisch en opdringerig vind. En dat laat ik wel merken dan ook, dan schiet ik wel eens uit mijn stoel. Over privézaken wil hij het niet hebben, behalve over één oude liefde, de eend. Goedemiddag, meneer Hiddema. Caroline van Neuvel. Nou, de een staat voor, dus we kunnen eigenlijk snel op pad. Kom op. Je hoeft geen jas aan, we gaan gewoon zo weg. Hoe is het buiten? Nou, een beetje waterkoud, Hollands waterkoud. De eend, ik heb begrepen dat u ervaring heeft met eenden. Jazeker, ik heb 8 jaar een eend gehad. Wilt u rijden? Of, ja, dat is nou de charme van deze ontmoeting, had ik bedacht. Wat is dit? Een pleetje. Nou, die stoel die moet een stuk naar achter. Auw! En wat is de een? Dat is hier. Oh, zit hier. Dus deze één. Eén. En dan twee is een beetje... Twee. Ja. Dit is toch vrij, hè? Ja, dit ja. is vrij, ja. En dan... Hup, ja, okay. Nu zit hij in zijn één. Nou, ja. Dan moeten we dit doen. Nou, dat is weinig ambitie. Ja. Nou. Het geluid komt bekend. Hier wordt er helemaal weemoedig van. Maar... Hij is kleiner dan ik in de herinnering had opgeslagen. Ik dacht dat hij wat ruimer was van hier. Als hij start, dan is het wel oké. Okay, maar we net ook een ik kan me herinneren dat als je dat verkeerd doet, dat dan verzuipt hij. Ja, maar dan moet de show uit. Dan gaat de voorstelling niet door. In maart 2017 wordt Hiddema gekozen in de Kamer. In de tweemansfractie Forum voor Democratie. Kijk, druk op dit knopje. Kijk, dan kun je het geluid maken. Nee. Onder leiding van Thierry Baudet. En in het Tweede Kamergebouw is het in het begin nog wel even wennen. Zoekt u iets? Hij maakt tegenwoordig lange dagen in Den Haag. Maar hij heeft niet echt een hoge pet op van de politiek. Stel dat de partij groot wordt, hè? Zou u dan ambitie hebben om minister te worden? Nee. Nee? Je moet er niet aan denken. Ik zie die mensen wel zitten in vak K, wetgeving behandelen. Die moeten er urenlang paraat staan, zitten, om allerlei vraagjes, commentaar te aanhoren of een commentaar te voorzien. En daarbij ook weer niet in de lach schieten, maar heel bedankt, dankbaar voor de zinvolle vraag die op hen afkomt. Onderkoeld en een tikkeltje nukkig. Voor zijn fans maakt het allemaal niets uit. Zou ik een foto dat iemand maakt? Hoi, Ray. Nou, je valt met de neus in de boot. Pak ik kom ook uit Friesland. Daar kun je ook niks aan doen. Nee, daar kun je ook niks aan doen. Wat ben je foto? Een selfie? Ja, zullen we dat doen? Ja, doe maar. Alsjeblieft. Even het Forum voor Democratie, stemmen, hè? Nou, kijk. En dat is niet georganiseerd. Dat is... Nee. Hey, fijne dag. Hoi. Dag. Ja, daar moet ik ook aan wennen. Dat is nieuw. Nou, ik had er al gewend moeten zijn. Maar soms vind ik het toch... Nou, ik heb er wel eens vanuit zekere stemmen wel eens wat moeite mee. Ja? Om allemans vriend te zijn. Ja. Mag ik nou achter het stuur? Ja, u mag weer gaan rijden, ja. Mis u het? Want uw advocatuurpraktijk... Ik ben nog advocaat. Waar heb je er nog tijd voor? Ik doe nog 1 zaak in de maand, als ik zin heb. Nou, weer man, hou op. Zijn de mensen ongeduldig geworden? Er heeft altijd een sfeer van spektakel rond Hiddema gehangen. Een dandy-advocaat. Berispt door de Raad van Discipline. En hij beledigt menig officier van justitie. Hij is advocaat van Florrie Ros van Tonningen. De weduwe van de Nationaal Socialist en NSB-voorman Meindert Ros van Tonningen. Hij deelt haar extremistische opvattingen niet. Maar iets van haar dwarsheid herkent hij. Ik vond het natuurlijk ook een uitdaging van je wels. Wie komt nou met zoiets exotisch in aanraking?
fout. Als strafpleiter kan je dat gebeuren. En dan moet je openstaan voor alle type mensen. Dan moet je niet denken, dat doe ik niet. Dus nieuwsgierigheid, ambitie en tegen de stroom inroeien ook wel een beetje hoor. Want dat mens was natuurlijk de zwarte spin. Dat was een boosaardig mens. Maar ik ben een keer bij haar geweest. Thuis doe ik nooit cliënten bezoeken. Maar toen had ze gebroken heup. En moest ze voor de zitting. Nou, dat was het ook. Dat zou je nooit vergeten. Daar hingen echte portretten van Himmler en Hitler nog aan de deur. Zij als bruid met haar man. Los van Tonnen. Je wist niet wat ik zag. En in de hoek van de voordeur stond een geweer. Een groot zwaar kaliber luchtbuks. Omdat al die actiegroepen, antifascistische fronten en dergelijke uit Nijmegen, daar was zij het ideale doelwit voor. Als de Telegraaf een foto afdrukt waarop Hiddema de oude weduwe ondersteunt, is hij in één klap beroemd. Maar hij moet ook een tijdje onderduiken. Drollen door de brievenbus, haken kruist op de auto's, ramen kapot. Oh, ja. Toen begon actievoerend Limburg zich te weren. Opgegroeid in Friesland, opgeleid in Maastricht en tegenwoordig woont Hiddema in Hartje Amsterdam. Zaterdag is het vaste prik. Dan gaat hij een haringje halen onder de rook van de Westertoren. Hebben we de haringtest aan het AND? Ja, hoe is het daarmee? Hoe is het daarmee? Doet u daar niet aan mee? Hij is bang dat u tweede wordt. Kijk maar. Ja. Gaat niet zomaar, hè? Nee. Vakmanschap bij kijken, dat zie je wel. Hoe doe je dat raampje dicht tegenwoordig? Zo. Auw. Nou ja. Forum voor Democratie is een partij in opkomst. Twee zetels in de Kamer. Okay. In de peilingen staat de partij op flinke winst. Voorman Baudet haalt dan ook regelmatig de voorpagina. Een daadkrachtige kijk hè, op de toekomst, weet je niet? Bent u trots op hem als hij zo voor staat? Ja, zeker. Die man die... Vind je niet pedant? Hè? U vindt hem niet pedant? Tikkeltje. Maar dat is toch niet erg? Als je overtuigd bent van je eigen gelijk, dan kom je in dit milieu, in zeker milieus, heel snel pedant over. In de krant pleit Baudet voor een democratischer Nederland. Maar dat geldt niet voor zijn eigen partij. Hij heeft de leiding en niemand anders. Natuurlijk snap ik wat hij bedoelt. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat je moet verhinderen dat je allemaal op lokale afdelingen allemaal bestuurslaagjes introduceert, waardoor allemaal baasjes ontstaan die hun statuur ontlenen aan de waardigheid die ze denken uit te kunnen stralen, omdat ze zo'n baantje hebben binnen zo'n provinciale organisatie. En de ervaring leert dat soort baantjesjagers ruzie krijgen. Op 72-jarige leeftijd start advocaat Hiddema een nieuwe carrière. Hij is niet onder de indruk van het geestelijk klimaat in de Kamer. Procedures vindt hij maar saai. En er is geen denken aan dat hij het rustiger aan gaat doen. Is het een groot avontuur? Dat vind ik wel. Ja. Je hersens scherp houden. Waar moet anders met mijn hersens naartoe? Een beetje hier rondvaren. Zou een hengeltje kopen. Maar u vindt het politieke handwerk, het kamerwerk, eigenlijk heel saai? Nee, dat vind ik niet. Als ik het moet aanschouwen zonder eigen inbreng te kunnen hebben, vind ik het niet om aan te zien. Maar ik wacht dus op kansen dat ik zelf wel iets kan doen. Dus me in het debat mengen is precies hetzelfde wat ik in de advocatuur ook deed. Dan zat ik me ook dood te vervelen als ik in grote megazaken, dag in dag uit, alles moest aan horen wat om me heen gebeurde. Dan zat je ook op je eigen kansjes en op je eigen momenten te loeren. Dat moet je nou ook doen. We gaan nog wat drinken in het kalfje. Dank u. Ja.